Het nieuws in 1 minuut. In een woning aan de Prinses Irenestraat in Geenemuiden is een dode man gevonden. Na onderzoek in de woning is het volgens de politie uitgesloten dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Ger Visser is woedend en teleurgesteld over het faillissement van Eurocommerce. Dit bedrijf moest en zou kapot. Visser houdt de bankier volledig verantwoordelijk voor het faillissement van zijn bedrijf. Een compleet interview met Visser is te zien op rtvoost.nl. Met de campagne Voetbal voor iedereen en de spotjes Homo, het boeit geen flikker, wil de KNVB homo-intolerantie in Nederland aanpakken. De Voetbalbond wil homoseksualiteit binnen de voetbalsport bespreekbaar maken. Voorzitter Mulder van de Go Ahead Eagles uit Deventer wil de campagne zelfs breder trekken. In een woning aan de Merelstraat in Ommen is een hennepplantage ontdekt. Het gaat om een woning die onderverhuurd wordt door CDA-raadslid Willemsen uit Ommen. Maar ja, dit heb je toch niet in de gaten hoor. Dat weet ik niet.